In deze video examen 2022, tijdvak 3, VWO wiskunde A. We maken dit thema af, dus we doen vraag 10 en 11. Nou, bij het touwtjespringen kunnen verschillende spelletjes gespeeld worden en een groep van 10 kinderen speelt zo'n spel. En bij dit spel wordt de groep als volgt verdeeld. Je hebt dus 2 kinderen en die draaien met de touw, net als je zag op het vorige plaatje. En de overige 8 kinderen worden in 2 gelijke teams verdeeld. Hier kom ik zo meteen op terug. En dan is de vraag, bereken hoeveel verschillende verdelingen er op deze manier mogelijk zijn. Nou, je hebt dus de draaiers en je hebt de teams. Nou, voor de draaiers geldt, het maakt in principe niet, je kiest van de 10 kies je er 2, maar het maakt niet uit of de ene aan de linkerkant staat of aan de rechterkant. Dat maakt in principe niet uit. Dus we hebben te maken met de combinatie van 10 boven 2. En als je dat op je rekenmachine doet, dan kom je uit op 45. Wat je ook kan doen, ik schrijf het niet op. Dan zeg je 10 keer 9 en dan deel je door 2. Nou, dan gaan we kijken naar de teams. We hebben dus 8 kinderen over. En van die 8 kinderen zet je 4 in team A. Dus 8 boven 4. En je zet 4 in team B. En dat kan maar op één manier. Maar ik schrijf even op 4 boven 4. En als je dit op je rekenmachine doet, kom je uit op 70. En ik heb net benoemd team A en B. En daar kom ik zo meteen op terug. Nou, en als je dan gaat kijken naar de draaiers en de teams. En dat herken je als keer. Dus dan doe je 45 keer 70 en dan kom je uit op 3150. Maar dit is niet je eindantwoord. Er wordt dus gesproken over 2 gelijke teams. En ik heb net gesproken over team A en B. Het maakt dus in principe niet uit of je in A en B zit. Dus je kunt dat ook omdraaien. Dus dat betekent dat we nog eventjes moeten gaan delen die door 2. En ik schrijf op, verwisselen van team 1 en 2 geeft geen andere verdeling. Dat is wat ik zei. Dus we moeten 3150 nog eventjes delen door 2 voor alle punten. En dan gaan we naar de volgende vraag toe. En dat is vraag 11. Nou, bij dit spel gaan de kinderen van een team 1 voor 1 het springtouw binnen. Een ander kleurtje. Het eerste kind maakt dan 1 sprong. En zodra het eerste kind 1 sprong gemaakt heeft, komt het tweede kind het springtouw binnen. En samen maken ze 2 sprongen. En dan moet je dit eventjes lezen. En dan kom je bij de uitwerkbijlage die je moet gaan gebruiken. Want je moet een schema verder invullen. Dus ik pak dat schema erbij. En ik ga nog even kijken naar dat oranje stuk. Want dat ga ik er even in verwerken. Dus het eerste kind maakt 1 sprong. En zodra het eerste kind 1 sprong gemaakt heeft, komt het tweede kind het springtouw binnen. Dus het tweede kind maakt eerst geen sprongetje. En daarna maken ze samen 2 sprongen. Na deze 2 sprongen komt het derde kind het springtouw binnen. En met z'n drieën maken ze 4 sprongen. Dus dat derde kind springt hier niet. En daar ook niet. Maar met z'n drieën maken ze 4 sprongen. Tot slot komt het vierde kind binnen. En met z'n vieren springen ze dan 6 keer. Dus dat vierde kind komt erin. Maar hier springt hij niet. Daar en daar ook niet. Maar met z'n allen springen ze 6 keer. Nou, direct na deze laatste sprongen verlaat het eerste kind het springtouw weer. Dus kind 1 springt niet meer, is klaar. Nou, kind 2, 3 en 4 volgen hem steeds met tussenpauze van 3 sprongen. Oké. Dus kind 2, 3 en 4 die springen dan allemaal nog 3 keer.
En dan gaat kind 2 eruit. Dan springt kind 3 en 4 nog 3 keer. Dan gaat kind 3 eruit. En tot slot springt kind 4 nog 3 keer en is daarna ook klaar. Nou, dit ga ik even optellen. Dit is niet de moeilijkste stap. En dan moeten we ook nog eventjes antwoord geven op de vraag. Want we moeten ook nog eventjes beantwoorden welk kind de meeste sprongen maakt. Einde van de video. Tot de volgende keer.